Goeiedag, kunt u vertellen wie u bent? Ik ben Jeroen Koedam en ik ben van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Waar staat die vereniging voor? De Nederlandse Vereniging voor Veganisme promoot het veganisme, dus het plantaardig eten. Er zijn verschillende redenen om plantaardig te eten. Ja, voor de dieren eigenlijk, dat er geen dieren gedood worden. Vanuit gezondheidsoogpunt, religie en milieu, het milieuoogpunt. Als mensen zeggen van nou, ik wil geen vlees eten en ik steun de varkens, dan kunnen ze ook een varken adopteren. Bij mijn collega-organisatie van ons, dat is Stichting Belief. Die hebben een actie van help de varkens van Stichting Belief. En dan kan je op afstand kan je de dieren dan adopteren. Dat zijn varkens die zijn dan gered uit de bio-industrie. En die mogen gewoon oud worden. Ja, het zijn net mensen, dus we proberen ze gewoon een beetje een leuke leven te geven. Dus als we deze varkens redden en ze zijn kansloos, dan kunnen ze altijd naar Stichting Mijn Lief. Mensen denken vaak als ze veganistisch eten of vegetarisch dat ze dan niet genoeg binnenkrijgen. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Ik ben ruim 20 jaar veganist en ik loop elke dag hard en ik voel me gezond. Je moet wel gevarieerd eten en zorgen dat je B12 binnenkrijgt. Je moet wel op je voeding letten, dat wel. Maar het is zeker wel gezond. Nu voeren jullie ook strijd tegen het branden van snaveltjes van kuikens? Nou, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme heeft een campagne, de Waarloze Haantjes campagne. Dus wij voeren eigenlijk campagne tegen het vernietigen van 30 miljoen kuikentjes per jaar. Die worden dan vergast en in de verhakselaar gedaan, omdat ze niet bruikbaar zijn voor de eierproductie. Dus daar proberen we een beetje mensen bewust van te maken en dat mensen minder of geen eieren meer gaan eten. We hebben daar ook een website voor ontwikkeld, www.waarlozehaantjes.nl. En daar staat allerlei informatie op, wat er met de dieren gebeurt, ook videofilmpjes, maar ook recepten van hoe je ei kan vervangen en welke producten vervangbaar zijn. Kunt u wat meer vertellen over de producten op de kraam? We hadden het net eens over die Waarloze Haantjes campagne. Dus we proberen mensen bewust te maken van eieren, wat voor leed erachter zit. We hebben bijvoorbeeld eivrije mayonaise. Dus daar zitten geen eieren in en dat is net zo lekker als gewone mayonaise. Verder hebben we boterhammenworst. Dat is lekker op de boterham. En worst, lekker op de barbecue of gewoon bij de maaltijd, bij de zuurkool. En wat zijn de bestanddelen dan in zo'n worstje? Gerookte tofu, tarwemeel, kruiden. Nu begrijp ik dat u in verband met de actie een heel haantjespak heeft gemaakt. Ja, nou ik heb hem niet gemaakt, maar we hebben hem gekocht. En dat is het pak... Is van een groot kuiken en het kuik heet Daantje. Daantje staat symbool voor de 30 miljoen kuikentjes die jaarlijks worden vergast en versnipperd. Dat het een kuiken is. Nee, het is niet meer. Niet meer, het is nu een kuiken.